Wie wordt de beste voetballer van de regio Nijmegen en Maasland? Vrijdag maakt Juliana-speler Jordi van der Laan kans op deze titel tijdens het amateurvoetbalgala. Hij is namelijk genomineerd in de categorie Beste Speler. En samen met zijn elftal in de categorie Beste Sportploeg. Ik denk dat het wel een uitstekend seizoen is geweest van mij en van het team. Eigenlijk niet helemaal wat ik ervan verwacht had. Maar ja, ik bedoel, dat doet er niet toe. We hebben met z'n allen een geweldig seizoen gedraaid. Mocht je maandag winnen, word je gewoon met 10 punten afstand bij de terechte kampioen. En voor mij persoonlijk met 28 goals is het fantastisch. Ik bedoel, daar had ik niet van durven dromen. Dat weet ik niet, maar in ieder geval wat ik net zeg, zeker niet verwacht. Ik ben vorig jaar bij een paar trainingen geweest kijken van Juliana aan een wedstrijdje. Inschatten dat wij om het kampioenschap mee zouden doen. Dat is ook wat ik in het boekje van de club vooraf aan het seizoen heb gezegd. Dat we met de kwaliteit die we hebben, dat we zeker mee moeten doen om het kampioenschap. Ja, dat is alleen maar mooi natuurlijk. Ik bedoel, dat maak je ieder jaar mee. Dat lees je in de krant wie er genomineerd zijn. En als je er 28 maakt, dan is dat zeker mooi. En ook Maarten Bos natuurlijk, het teamgenoot ook genomineerd. Dus als teamtrainer en Wouter. Dus ja, dat maakt het seizoen alleen maar mooier. Het maakt niet uit wie er wint. Als Maarten wint, vind ik het heel mooi voor hem. Zou ik het natuurlijk ook geweldig vinden om te winnen. Maar goed, ik hoop dat ik in ieder geval die topscorers trofee al pak. Ik sta al redelijk wat punten voor, dus de nummer 2 moet er wel wat maken. Maar alles is meegenomen. Ik reken nergens op. En als Maarten wint, is het ook geweldig voor de club natuurlijk.